dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van mij. Ik zit hier lekker comfy op mijn bed. Dit is mijn slaapkamer. Ik heb hier hele mooie kerstlichtjes achter. Stiekem laat ik hier gewoon eigenlijk het hele jaar op mijn bed, want ik vind dat veel te gezellig. Ik ga vandaag een hele leuke video opnemen. Ik ga namelijk een van jullie favoriete video's opnemen, namelijk een try-on video. De try-on video's hebben echt veruit de meeste views. Vorig jaar heb ik een try-on video gedaan van Paradise. Ik denk dat de meeste van jullie die wel hebben gezien. Die video had zo bizar veel views, dus blijkbaar vonden jullie dat een ontzettend leuke video. Ik heb hier de leggings erbij die ik toen aan heb gehad. Die zijn ontzettend nice. Ik heb dus een mooie zwarte. Ik heb ook een soort van latex look. En een mooie bordeaux rode. Ik heb een pakketje binnengekregen met twee nieuwe items van ze. Nou, hij valt steeds. Ik ga deze nu met jullie unboxen. Een mooi kaartje. Paradise Aesthetic Pants. Be aesthetic, wear aesthetic. Dan heb ik hier de eerste. Weer een zwarte legging. Oké, dit heet Aesthetic Mixed Pants No Zipper M. Ik zie dat het een soort van mix is van beide leggings. Het heeft namelijk hier eigenlijk die latex effect. En hier heeft het juist dat leer. Ja, wel gaaf. De achterkant. En hier zie je ook weer dat leuke logootje van ze. Ik ga de volgende uitpakken. En dat is weer een iets donkerere kleur. Deze heet Classic Aesthetic Light Anthracite. Ik heb trouwens beide leggings in maat M. Ja, dus deze is een soort van grijs. En dit is er dus wel eentje met zipper. Maar als je hem zonder wilt, moet je specifiek bestellen no zipper. En anders komt er standaard een rits bij. Deze vind ik echt weer super gaaf. Het materiaal is ook echt wel dik. Nou, voordat ik alles ga passen, vergeet niet te liken en te subscriben en eventueel te reageren onder deze video. Als jullie lang genoeg deze video afkijken, dan zit er nog een leuke kortingscode voor jullie aan het einde van deze video. Oké, laten we gaan passen. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ik heb de eerste legging aan en hij past me echt perfect. Ik heb namelijk vorig jaar natuurlijk ook leggings opgestuurd gekregen. En toen vond ik ze nog een klein beetje losjes zitten. Ik ben zelf ietsjes voller geworden op sommige vlekken. Maar daardoor past hij nu eigenlijk wel perfect. Ik ben blij dat hij heel mooi aansluit bij de benen. Hij zit hier ook echt wel mooi strak, maar niet te strak. Dat je denkt van oeh, ik kan niet meer ademen. Ik vind het leather effect wel echt heel gaaf, want hier heb je dan mijn leather heels. En dat matcht gewoon wel echt super mooi. Ik draai nog even een rondje. Nou, en zoals jullie wel zien, geeft hij echt op de juiste plekken de goede contouren. En geeft hij ook echt een uplifting effect. Laten we de volgende aantrekken. Thank you.
Oké, nice. Ik heb nu de tweede legging aan. En deze legging ging wel een stukje lastiger aan, want hij is echt wel vele malen strakker. Maar goed, dat geeft natuurlijk ook een goed resultaat. En wat je al goed kan zien, hè, is dat verschil tussen die twee vlakken. Ja, een beetje de latex look en de leather look. Best of both worlds. Deze gaat dus eigenlijk gewoon als legging aan. En die andere is dus meer zoals een broek. Wat ook wel heel fijn is, is dat je best wel gewoon normaal door je knieën kan hiermee. Dus je hoeft niet heel erg bang te zijn dat hij afzakt. Hij zit redelijk strak op de goede plekken. En dat vind ik altijd heel erg fijn. Ik ben hier ook super blij mee. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Laat het meteen even weten in de comments. Oké, we zijn weer terug. Ik vond ze echt allebei super gaaf. Ik vind het bij deze zo ontzettend gaaf dat het een kleur is die ik echt nog niet heb. En bij deze is het natuurlijk gewoon gaaf dat het een combi is van latex en leather look. Dus ik heb eigenlijk voor mijn volgers 2 in 1. Laat even weten welk van de 2 jij het leukste vond onder in de comments. Vergeet ook niet te liken en te subscriben, want daarmee help je me heel erg. En zoals beloofd heb ik hier nog een kortingscode voor jullie. Vergeet deze niet in te voeren op het einde bij winkelmandje, want die korting wil je niet missen. Vergeet me niet te volgen op al mijn andere pagina's. Die kan je hier zien. En dan zie ik jullie graag terug bij mijn volgende video.